ben Marianne Kemmeren, ik ben coördinator en bestuurslid van Inloophuis Heliantus, een huis voor mensen met kanker en hun naasten. Ja, jullie staan ook hier op Cityscreen. Ja. Is het bekend wat Heliantus is? Waarom staan jullie er? Kijk, dit evenement is bedoeld om gelden op te halen voor researchonderzoek voor mensen met kanker. Dus wij hebben als inloophuis, ons doel is specifiek om lotgenotencontact te stimuleren voor mensen die kanker hebben gehad, voor hun naasten, om het verwerkingsprocessen beter te laten verlopen. Dus wij horen hier gewoon thuis, wij horen bij dit doel. Op de buurt meegezwommen. Ja. Hoe is het gegaan? Ja, ik vond het pittig, maar het ging goed. Ja. Waarom veel tegenwind? Nou, tegen stroming. Je kwam de Oude Maas af en dan de Voorstraathaven op. En dat bij die brug, had je allemaal mensen die op elkaar klonterden en nauwelijks vooruit kwamen, tegen elkaar opzwommen. Dus dat was even pittig. En toen de Voorstraat zelf, dat was ook, dat was aanpoten. Ja. Maar bij elkaar was het heerlijk, joh. En de sfeer is natuurlijk geweldig, alle mensen. 2,5 kilometer? 2,5 kilometer. En waar heb je het goed? In het zwembad of buiten? In het zwembad. Ook wel eens in zee gezongen? Ja. Dat is een flinke jongen, hè? Ja. Van Kim. Die is ook in het warme weer. En vooral die EHBO is erbij, hè? Waar? Nou, de kilometer en de 1,5 kilometer. En we hebben nu ondertussen in totaal geen 429. Nee, we hebben er 450 deelnemers. Heel mooi. We gaan genieten. Zeker weten. Heel veel succes. De kinderen dan eens over hebben om die rotsieten onder de knieën te krijgen. Jij mag voor mij. Nu gaan we hier net het interview met... Wat is dus 98. Huug van de Burg, hou dat even over zon. Hulk in de haven. Hulk in de haven, wel in het zwembad of zeker? Ja. En hoe vaak ging je daarheen? Eén keer. Heb je wel eens in zee gezongen? Dat was buiten water. Ja, dat ging echt zo niet. Want dat is heel moeilijk, even te volgen. Nou, hey, succes, hè. Je kent het, je kan het, hoor. De eerste kids komen alweer binnen, dames en heren. De eerste kids komen binnen. Even kijken hoe we dat gaan doen dadelijk. Hoe lossen we dat op? Door de poort. Ja. Kunnen ze even aan jou? Goed zo, Leon! Kom maar even aan de kant hier hangen. Leon, goed zo! Goed zo! Hoeveel zwemt hij? 250. Oh, is hij knap, hè? Ja. Heel goed. Goed zo. Kom erop. Goed zo. Kom nog. Ze gaan nu snel het water in, zodat ze... Zullen we niet de kinderen afschieten, maar natuurlijk. Heerlijk, hoor. Yeah.
één totale bedrag zeg maar, van alle steden in Nederland. Dat was toen het eindbedrag. Ja, dat voor het eerst dat we op 1,2 miljoen hebben opgehaald met z'n uitpakken, Sven. Lekker op ons, we hebben een rijding, waarom niet? Neem me dan. Mag je een foto? Natuurlijk wel. Ja, nu hebben we meegedaan. Kom op. Ga lekker staan. Ja, ik doe mijn eerste mee. En heb je veel geoefend? Ja, nee, en nog een handje. En in het hoofdbad? Oh, in Den Haag heeft. Zo, je komt helemaal uit Den Haag hier zwemmen voor het goede doel. Ja, ik woon ook in Den Haag. Je woont in Den Haag. Maar hoe kom je dan hier verzeild helemaal? Via je tante? Fantastisch evenement neergezet. En ik heb ongelooflijk trots hoe dat ik met zoveel mensen dit event mogen gaan zwemmen. En hebben georganiseerd. Ja, ik zag je afgelopen woensdag natuurlijk met de receptie al gelijk het woord voeren, geweldig. Maar je gaat nu, je gaat zwemmen, zelf zwemmen, maar je gaat nu met de kids ook het water in, met je neefje. Ik heb hem ook waar is uw mandaal, ja? En hij zei gelijk ja. Want we hebben ongelooflijk veel mensen gekend en we kennen nog mensen die ziek zijn. En daarom gaan we naar Joep. En waar is die jouwe? Hé, hey, maar wel een vraag. Ga je mee met de warme was het plant? Zwaar? Kim, are you goed? Ready? Zou je? Ging je doen? Ja. Volgend jaar weer. Nou, daar is dat Kim. Succes weer vandaag, hè? Ja, fantastisch. Echt bijzonder om te zien. Vierde jaar in Dordrecht. De zon schijnt. Iedereen is weer enthousiast. Ja, ik ben enorm trots dat dit weer gebeurt. Heel ja. Bijzonder. Is dit de enige of zijn er meerdere activiteiten dit jaar op dit gebied? Ja, er zijn er meerdere. We zijn in 2014 gestart met één swim in Den Bosch. Tweede jaar kwam Dordrecht er meteen bij. Was ook een heel groot succes. Maar we zijn inmiddels uitgebreid naar 10 steden in Nederland. Dus wordt dit jaar in 10 steden in Nederland gezwommen voor kankeronderzoek. Dus ja, mooi om te zien dat het door het hele land gedragen wordt. En dat Dordrecht ook hier iets neer heeft gezet waar we echt trots op kunnen zijn. En wat anderen ook graag in hun stad willen hebben. Heb je een idee dat Dordrecht meer opgehaald heeft als vorig jaar? Nou, ik heb het idee dat mensen hier heel betrokken zijn. En ook echt de
De saamhorigheid is hier heel hoog. Je voelt echt dat mensen verbonden zijn met het zwemmen en met het doel. En dat er daardoor eigenlijk elk jaar hier heel veel geld wordt opgehaald. En ik denk wel dat dat heel erg helpt. Dat mensen ook weten dat het voor een groot deel naar het Albert Schweitzer toe gaat. Ja, Mark David Levine, een van de onderzoekers, die heeft zelf vorig jaar ook meegezwommen. Dus die betrokkenheid en dat het ook lokaal weer wordt besteed is heel belangrijk voor Dordrecht. Volgend jaar weer? Ik hoop het van wel. Als het enthousiasme zo groot is, dan heel graag.